Dag iedereen, ik ben Loïc en ik maak video's over koken en lekker eten hier in mijn studio, een oud café, dat ik een beetje aan het oplappen ben. Welkom in aflevering 3 van de kerstspecial, want vandaag is de dag dat ik het hoofdgerecht maak. Ik had ook dringend nood aan een nieuwe trui, ik was die hond een beetje beu. Ik maak vandaag eigenlijk een klassieker, maar op mijn manier. Roastbeef met gratin, een beetje knolselder, butternutpompoen en een rode wijnsausje. Klinkt niet slecht, hè? Het ziet er zo uit. Er zijn redelijk wat onderdelen in dit gerecht, dus ik ga het verdelen in 5 delen. De gratin, de roastbeef, de saus, knolselder en de butternut. Ik ga dus beginnen met stap 1, de gratin dauphinois. Voor de gratin begin ik met een halve liter room en een halve liter melk te verwarmen tot net onder het kookpunt. De smaakmakers hier zijn 2 teentjes look, een takje thym, een blad laurier, peper en zout en een beetje nootmuskaat. De volgende stap is 1 kilogram vastkokende aardappelen te snijden op een mandoline in dunne schijven. Pas op voor je vingers, dat ding is mega scherp. En ik hou me trouwens niet bezig met het te schillen. Dat is tijdswinst en smaak. Wanneer alles gesneden is, ga ik een ovenschotel beboteren en de schijfjes aardappelen mooi naast elkaar leggen. Nou, fuck dat. Geen zin om te prutsen. Alles gewoon een beetje verdelen in de ovenschotel. Een blok emmental raspen. Een pakje geraspte kaas is uiteraard ook goed, maar ik vind dat vers geraspte kaas beter smelt en sowieso altijd veel lekkerder is. De schijfjes patatjes zijn in de ovenschotel, de kaas is geraspt, de room- en melkbereiding is goed warm. Ik ga dan nu 7 over de patatjes doen, kaas erover en dan de oven. Deze gaan nu bakken in een oven van 180 graden gedurende 45 minuten. Voor de roastbeef heb ik gekozen voor een mager stukje vlees. Dit is Belgisch wit-blauw van bij ons. Ik ga dat kruiden met peper en zout en mooi aanschroeien in hete boter gedurende 2 à 3 minuten per kant. Zorgen dat alle kanten van het vlees goed aangekleurd zijn, het vlees uithalen en daarna het overtollige vet verwijderen en een fijn versnipperd shallotje toevoegen. Blussen met een glas rode wijn, even laten koken, een glasje runsfond toevoegen en op smaak brengen met wat thym en laurier. De saus staat op, nu rest er enkel nog het vlees gedurende een 20-tal minuutjes in de oven te garen, zoals het mooi saignant en rosé is. In dezelfde oven als de gratin, dat gaat dus 20 minuten duren. Af en toe checken dat het zeker niet te gaar is. Volgende stap, de knolselder. Snijd de knolselder in blokken door 1 keer met je mes op de knolselder te slagen. Probeer daarna gelijk een sukkel de knolselder in een veel te klein potje te stampen, om daarna tot de conclusie te komen dat het misschien beter is om een groter potje te gebruiken. Zet de knolselder onder water, kruid met peper en zout en voeg nog 2 plakjes boter toe voor de lekkere smaak. Deksel erop en 10 minuten garen in een microgolf dat op de hoogste stand staat. Even het vlees tussendoor controleren. Het is nog heel mals, dus het is nu eerder bleu. Maar ik wil het saignant rosé voor roastbeef. Dus ik ga nog 10 minuten extra de oven insteken. Terwijl dat alles bezig is, maak ik nog rap butternutpompoen klaar. Even schillen en in dikke plakken snijden, bakken in boter, een beetje water toevoegen om het beter te laten garen en kruiden met peper en zout. Als de knolselder gaar is, ga ik hem mixen met een staafmixer tot een heel gladde puree. En als je zoals mij houdt van heel smeuïge puree, voeg je nog wat koude klontjes boter toe op het einde van het mixen. En dan wordt je puree echt super zacht, lekker, smeuïg, gewoon keigoed. Oké, het is bijna tijd om af te ronden. Eerst haal ik het vlees uit de oven, even checken of het goed saignant is. En daarna direct bedekken met aluminiumfolie, omdat het vlees moet rusten. Minstens 10 minuten tot een kwartier voordat je het snijdt. Het vlees moet even ontspannen en de sappen moeten zich herverdelen na heel dat hitteproces. De butternut. Al het water is verdampt, dus ik ga ze nog even omdraaien zodat ze wat extra kleur pakken in de boter. En als garnituur hak ik wat peterselie fijn. En voilà, alles op een bordje, peterselie erover. Super lekker en super simpel. De gratin is klaar en mooi goudbruin. En ik haal hem nu al uit, want dat blijft echt nog kei lang warm, dus geen probleem. De saus. Even wisselen van pot. Ik heb de garnituren trouwens uit de saus gezeefd. En zoals je ziet is die goed ingekookt en stroperig. En door koude boter toe te voegen en direct te mengen in de saus, gaat die beginnen binden en gaat er een emulsie gebeuren. Dat geeft je saus zo'n fluwelige textuur en een volle smaak. De roastbeef heeft kunnen rusten. En ik snijd het in dunne plakjes met een heel scherp mes tegen een draad in. Kunnen we even aanschouwen hoe perfect deze gegaard is.
Alles op tafel zetten en dan dresseren op een bord. Eerst de gratin dauphinois, dan de smeuïge knolselderpuree, het vlees, de saus en de butternut. Hier is hem dan, het hoofdgerecht van mijn kerstmis. Roastbeef gratin dauphinois, puree van knolselder en gebakken butternutpompoen, rode wijnsausje daarbij. Je weet gewoon dat dat keigoed gaat zijn. Hè. Indien je op YouTube kijkt, like, subscribe en klik op dat belletje hierboven om op de hoogte te zijn van wanneer er nieuwe filmpjes online komen. Als je op Facebook kijkt, tag iemand die graag roastbeef eet en deel het met al uw vrienden en familie. In de volgende en laatste video maak ik het dessert voor mijn kerstspecial. En na al die moeite heb ik nu wel verdiend om dat bordje op te eten. Smakelijk iedereen. Yo!